Goedendag, welkom bij een nieuwe aflevering van Green Inspire. Laat maar op mijn blaadje en al groene onderneemster Marieke Vleer centraal. Zij is hoofdontwikkeling van de uitvoering. En groene ondernemers die in. Oh. Deze keer aandacht voor de ondernemer Toon Weijenborg. Hij staat met. We gaan vandaag kijken. Oké, stop maar. En u heeft dat in een sneltreinvaart gedaan. Ja. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Waar is dat succes dan allemaal ooit begonnen? Alles ging rollen, het balletje. Ja. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe verloopt contact met de Rijkswaterstaat? Maar in bijvoorbeeld in Emsten hebben we toch wel aardig wat fouten gemaakt in het begin. En ja, dat. Zullen we maar even opnieuw beginnen? Voor jullie, hè? Dus jullie doen goed, de jeugd. Wat doen jullie om CO2-uitstoot te reduceren? Te verminderen. Foute vraag. Doen we even opnieuw. Te realiseren, heel goed. De kachel hoog zetten. We gaan hem lekker interviewen. Hallo. Oh, zo. Nou, om dit interview af te sluiten. Ben ik nu even verkeerd bezig? Mm-hmm. Dat hoeven we nu niet te doen en daarmee kunnen we het in één keer goed maken. Mm-hmm. Dus dat is ook een beetje het idee erachter. Oké, want welke fouten zijn er nog gemaakt? Welkom bij een nieuwe uitzending van Green Inspire. En ik wil wel bezoek bij succesvol. Economisch groei is Let's get lost tonight. You could be my black cake mouse tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a f what they all say, right? Welke mogelijkheden zijn er? Nou, het aanleggen van zo'n Green Inspire Check. Hartelijk bedankt dat je me afgeeft. Eindelijk heb ik altijd gewild. Dankjewel. That's how long I've been on you.